We gaan naar een mini-college over burgerparticipatie. Burgerparticipatie, medezeggenschap en sinds kort zelfs stadsluisteren van ombudsman Marianne van der Anker onder andere. De gemeente Rotterdam vraagt burgers steeds vaker mee te denken over complexe maatschappelijke vraagstukken en zich in te zetten voor hun wijk. Maar hoe zou die gemeente zelf eigenlijk moeten veranderen om dat zo goed mogelijk te faciliteren? Daarover aan het woord socioloog Emiel Rijshouwer. Geef hem een groot applaus. Even uitgeschreven, want ik moet het kort houden. Even kijken hoor, want het doel van het programma Wijk aan Zet is om Rotterdammers meer invloed te geven op wat er gebeurt in hun wijk. In maart 2022 kozen we de leden voor 39 wijkraden die samen met bewoners en partners in de wijk via een wijkakkoord mogen meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft en waar het geld naartoe gaat. Of in ieder geval waar een deel van het geld naartoe gaat. In de wijk Rijenoord is men hier al veel langer mee bezig. Hier is Rijenoord Plus actief. En dat is een groep bevlogen ambtenaren die de idealen van actief burgerschap proberen te ondersteunen en te bewerkstelligen. Ze willen beleid rond maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, circulariteit, energie en technologie laten informeren en sturen door de wensen en dromen uit de wijk. En het liefst samen optrekken met actieve betrokkenen om die wensen en dromen ook echt te realiseren. En volgens Rijenoord Plus vraagt dit... vraagt deze beoogde bewoners inzet. En daarmee moet ik even citeren mijn collega's Joost en Van Buren. Om een stevige gemeentelijke inzet. Een gemeente die betrokkenheid en initiatief uitlokt en voorleeft. En in een rapport over Rijenoord Plus constateren ze dat dit mogelijke spanning oplevert. Met de gevestigde orde, met bestaande structuren en regels. En waar we mee moeten zien te delen. Dus dat sluit echt perfect aan eigenlijk bij de vorige spreker. En het afgelopen jaar heb ik met mijn collega Els Leclerc een onderzoeksproject gedaan in Rijenoord. En rond de vraag wat de gemeente reeds doet op dit gebied. Maar hoe zij mogelijk ook zou kunnen of moeten veranderen om ruimte te bieden. En om de behoeften, de zorgen en de wensen en de belangen van de bewoners te dienen. En we bezochten onder andere groenprojecten waar buurtbewoners werken aan biodiversiteit, leefbaarheid en sociale contacten. We waren aanwezig bij nachtclubsessies. Die waren georganiseerd door social designers die mensen met elkaar in gesprek brengen rond gevoelige thema's en onderwerpen. En we bestudeerden toepassingen van technologische ontwikkelingen waar Rijenoorders iets van mogen vinden. En we raakten ook in contact met initiatieven om jongeren een duurzame plek in de wijk te bieden. En in een poging om de jongeren te consulteren rond dit laatste had de gemeente in een voorgaand traject hadden ze twee jongeren weten te spreken. En achteraf, toen het ons gelukt was om een beetje meer voeten aan de grond te krijgen in die wijk, kwamen we erachter hoe dat eigenlijk kwam. Want er zijn wel meer jongeren in de wijk daar. En dat was eigenlijk beweek een doelbewuste strategie te zijn eigenlijk van jongerenorganisaties. Omdat ze hadden eigenlijk besloten om te gaan fungeren als een soort gatekeepers. Dus om niet meer te reageren op verzoeken om participatie. Omdat men keer op keer ervaren had, of in ieder geval het gevoel gekregen had, dat luisteren van de gemeente naar burgers eigenlijk best wel heel vrijblijvend is. En dat er eigenlijk bijna nooit of zeer weinig gevolg werd gegeven aan de geuite zorgen en de ideeën die werden voorgesteld. Dus dat vertrouwen in instanties was volledig weg. Maar zowel in gemeentelijke organisaties, maar ook in universitaire onderzoekers. Die zagen ze ook alweer komen en die werden met de nodige argwaan bekeken. En een dergelijk wantrouwen, dat proefden we ook eigenlijk in een project wat we deden tijdens de coronacrisis. Toen de gemeente had bedacht, we gaan een platform maken voor ondernemers die het op dit moment moeilijk hebben. Zodat we ze meehelpen in de platformeconomie. Want daar zullen ze op zitten te wachten. En met die reden consulteerden we ze dus en zeiden ze, ik wil best meepraten en best meedenken, maar eigenlijk ga ik er nu al vanuit dat er niets gaat gebeuren met wat ik nu zeg. Dus met die informatie, we zijn als onderzoekers word je opgeleid om mensen om je onderzoek te doen naar mensen te luisteren. We ontmoeten dus ook een hoop weerstand. En hierom stellen we eigenlijk het principe van het recht op de stad vaak centraal in ons onderzoek. En dat recht op de stad gaat over eigenaarschap en over zeggenschap, over handelingsperspectief en emancipatie. En dat zijn hele ingewikkelde woorden en dat is heel moeilijk om daar wat mee te doen. Maar tegelijkertijd moeten we keihard ons best doen om die processen te snappen en om te kijken hoe je daar mogelijk als onderzoeker iets mee kunt. Niet voor jezelf, maar voor degene voor wie je het zegt te doen. Het behelst onder andere dat mensen het recht hebben om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het bestuur van hun wijk of stad. En met name ook bij hun toekomstige wijk of stad. En dat, als we het over de toekomst hebben, vraagt natuurlijk om verbeeldingskracht en om creativiteit. En daarom gebruiken we ontwerpmethoden om samen met betrokkenen te onderzoeken wat die uitdagingen nou precies zijn. Welke experimenten en interventies we kunnen opzetten.
En hoe we daarmee kunnen omgaan. En ik heb hier achterop een aantal beelden gezet van zo'n proces in Rijeroord. En een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gevraagd aan betrokkenen, dat zijn beleidsmakers, dat zijn agenten, dat zijn jongerenwerkers, dat zijn mensen die in de wijk werken, docenten. Bijvoorbeeld hebben we schilderingen gemaakt over wat, en de workshopvellen ingevuld over wat dat nou betekent, de ruimte voor jongeren in de wijk. En ja, dat is eigenlijk een woord, zo ruimte. Maar tegelijkertijd zat er heel veel diepgang in eigenlijk. Want je ziet dat er blijkt behoefte aan fysieke ruimte inderdaad. Om een plek om te chillen, om te dansen, om met muziek bezig te zijn. Maar een van de dingen die ook werd getekend was ruimte om er te mogen zijn, inderdaad. Omdat jongeren heel vaak voelen dat ze worden gezien als een probleem, als overlast of vaak als een crimineel. Dus op het moment dat we ze misschien wel een jeugdhuis kunnen geven, inderdaad, wil dat nog niet zeggen dat dat probleem is opgelost. En het ging ook over ruimte voor representatie of ruimte om het gevoel dat je gerepresenteerd wordt in beleid. Maar tegelijkertijd, je zag een foto net van al die mensen bij elkaar. En ik maak altijd grapjes, als wij komen wordt het altijd gezellig en wat leuk. En je ziet daar ook al de goede motivatie. En lijkt het wel, ja, we willen met z'n allen wel hetzelfde. Maar waarom is het er dan eigenlijk nog niet? En via een organisatieopstelling, en dat is misschien bekend vanuit de psychologie, hebben we mensen op relatieve afstand van elkaar gezet. Om ook te ervaren en te voelen en te begrijpen wat nou mogelijke barrières zijn. En tegelijkertijd hebben ze ook kaarten en technieken gegeven om na te denken over mogelijke nieuwe rollen of over hulpbronnen die je zou kunnen inzetten. En eigenlijk waren de meeste daarvan niet zo heel erg verrassend. En daar kan je ook inderdaad je vraag bij stellen, gaan we daar nou bepaalde transities echt mee bereiken of bepaalde omslagen die we denken die nodig zijn? Want het gaat erom, we moeten beter naar elkaar luisteren of moeten elkaar beter informeren of moeten transparanter zijn of meer samenwerken en meer durven. Maar ik wilde, er waren een aantal hele mooie, maar ik zou er eentje willen uitlichten. En dat was een ambtenaar die zei, we hebben behoefte aan een dichter. En dat was niet iets wat we vooraf bedacht hadden inderdaad, of verwacht hadden. Maar die zei, we hebben eigenlijk behoefte aan nieuwe woorden, aan een nieuwe taal om uitdrukking te geven en mogelijkheden te creëren. Om te spreken en denken over nieuwe en complexe en gevoelige situaties, inderdaad. En vanuit dat gegeven zijn we ook gaan werken aan een soort interventie. En dat zijn de panelen die je hier achterop voorbij ziet komen. Die zijn 1 meter breed en 2 meter hoog en zit een gat in. Dus dan kan je jezelf voorstellen in je nieuwe rol in de toekomst. En dat is een rol niet per se alleen voor ambtenaren, maar ook voor burgers. En die zouden kunnen helpen bij discussie over hoe we die ruimte nou kunnen creëren. Niet alleen voor jongeren, maar voor Rotterdammers. En er zit bijvoorbeeld een joker in. En die gaat over ruimte te creëren of ruimte te maken voor kritiek. En een complimenteur zit erin, inderdaad. We gaan vaak uit van problemen of de jongeren als overlastgever. Maar ook we klagen over de gemeente. Maar hoe zouden we kunnen vanuit een soort positief beeld kunnen denken? Richting de transities die we willen maken. En er zitten er veel meer. De Raver, dat was de meest populaire hier in Rotterdam. Dat is iemand die ruimte maakt voor tijdelijke invulling van plekken. En ze zien eruit als speelkaarten. Dus je kunt ze ook op zijn kop zetten, eigenlijk omdraaien. En dan zie je bijna hetzelfde beeld, maar ze zijn net iets anders. Want dan heb je een hellsider. En dat is iemand, de positie en de taal en de belangen van de burgers snapt. En misschien als ambtenaar wel met 1 of 2 voeten in de wijk staat, zeg maar. Maar tegelijkertijd heb je ook de burger die misschien wel de taal van de ambtenaar snapt. En zo zijn er meer. Ik had ze graag meegenomen, maar ze waren te groot inderdaad om in de metro te stoppen. En ik begrijp ook echt wel dat dit soort, deze kaarten, we hebben ook mensen uitgenodigd om daarop te solliciteren. En dat zal niet direct op de vacaturepagina van de gemeente staan. Je zag ze ook staan in de Rotterdam en daar kijken mensen er nieuwsgierig naar. Maar tegelijkertijd liepen ze er met een grote bocht omheen. Dat je denkt, het klinkt leuk, maar gaan we het ook echt doen? Ik denk ook wel, als we niet buiten de gebaande paden durven te denken of ons geen alternatieven kunnen voorstellen of niet bereid zijn om conventies en instituties ter discussie te stellen en tradities overboord te gaan, maar vooral ook als we geen consequenties verbinden aan wat we beloven, dan blijft dat luisteren eigenlijk misschien wel een wassen neus en dan is het vertrouwen vooral van de burgers in de overheid en in de wetenschap misschien wel best wel ver weg. En ik denk dat we daaraan hard een grote opdracht hebben voor de komende tijd.
Emiel, dankjewel. Als ik nog één vraag mag stellen. Ja. Misschien ben ik dan een beetje een cynische eikel, maar ik hoor het jou hier het voorschot eigenlijk al nemen. Hier lopen ze met een boogje omheen in Rotterdam, waar we even voor de mensen die dat niet weten, heel veel ambtenaren werken aan de andere kant van de Erasmusbrug. Hoe hoopvol ben jij nou over dat, en of dat nou met jouw speelkaart of met jullie speelkaart is, of met een ander proces, of met deliberatieve democratie, of weet ik veel wat voor nieuwe innovatieve vorm, of een project, of dat we daar op een gegeven moment een keer in slagen. Om die kloof tussen die ambtenarij in Rotterdam, 11.000 FTE geloof ik of zo, hè? Het zijn er best wat, en die burgers, wat er nog veel meer zijn, die van elkaar verwijderd raken, om die te dichten. Ja, dat zal natuurlijk niet zo makkelijk gaan. En hetzelfde met zo'n energietransitie natuurlijk. En ja, zo'n kaart kan je ook makkelijk afdoen als een gimmick. Maar tegelijkertijd is het ook wel iets om een gesprek te starten. En dit is dus een onderdeeltje van een veel groter project. Met heel bevlogen ambtenaren die misschien die stap al wel weten te zetten. Mm-hmm. Dus ik denk dat je inderdaad af en toe kunt teasen met een kaart inderdaad. Maar tegelijkertijd kunt laten zien dat dingen anders gaan en moeten. En met bevlogen wetenschappers en ambtenaren die echt die knuppel af en toe in het hoenhok gooien. Ja. Een paar Rotterdamse ambtenaren, waaronder Marianne van Anker, die gaan dan bij ook publieke dingen zoals dit, maar ook nog grote congressen van de gemeente, trekken ze een oranje roze overal aan en dan gaan ze, noemen ze, stadsluisteren en dan gaan ze als een soort, nu gaan we echt even praten met de burger en wat die nou wil en wat hem of haar bezighoudt. Moeten we Rotterdamse ambtenaren niet gewoon verplicht één dag in de week zo'n overal aan en de stad in, of twee weken per jaar of maatschappelijke stage? Ik denk dat die speelkaarten van jou op pad? Ik denk wel, zo'n stage vind ik... Ik als lichte maatschappelijke stage. Ik probeer er een beetje een quoteje uit te peuteren, zo op de valreep nog. Maar ik denk dat ik een hint mis. Maar het is zo, als onderzoeker zit ik ook het liefst in een buurthuis of een plek. Want ik denk dat je ook een soort bescheidenheid moet hebben. Als je iets zegt of wil, iets over een buurt waar mensen al heel lang wonen, waar ze bepaalde zorgen hebben die jij misschien niet kent. Dan zou je ze denk ik bescheiden op moeten stellen. En een soort, dat doe ik al, een soort coöperatief inderdaad. Ik ben een van de velen inderdaad. En ik denk dat je dat als ambtenaar doet, dat dat ook heel productief kan zijn inderdaad. Ja, goed dat je er was. Emiel Rijshouwer. Dank je wel.